Dat is Charlie. Dat is hem? Ja, dat was Charlie. Die hoort mij nu dus... Hey Charlie, kom maar. Kom dan. Kom maar. Komen al die mensen voor jou? Ja. Hi. Hallo. Charlie is een at liberty getrainde free flight vogel. Dat houdt in dat ze... Dat ze, 's ochtends laat ik haar eigenlijk naar buiten. En dan is ze vrij om te gaan waar ze wil. Ze komt zelf 's avonds weer terug als het donker wordt. Vrijdag 30 oktober is Charlie aan de dagelijkse vliegrondje begonnen. En helaas kwam ze 's avonds niet meer thuis. Dus we waren al vrij snel ongerust. Ze is 23 dagen weg geweest. We hebben alles op alles gezet om haar weer terug te vinden. En uiteindelijk is dat gewoon op dag 23 gelukt. Ze is door degene bij wie ik op dag 1 al ben geweest om te vragen of hij misschien Charlie had. Of hij misschien wist waar Charlie was of wat dan ook. Hij zei telkens hij wist van niks en hij wist niet waar Charlie was. Hij had er niet. En dat was uiteindelijk de man die haar gisteren toch weer thuis kan brengen. Dus ze is gewoon ontvoerd geweest. Ik heb die man op dag 1 dus al aangesproken. Want we kregen al tips dat... in de omgeving waar die man werkte, zou die vogel zijn gevangen. Of daar waren ze in ieder geval bezig met de vogel te vangen. Dus ik ben daar al dag 1 van de vermissing geweest. En die man zei, nee, ik weet niet. Vogel hier geweest, vogel weer weg. Mijn telefoonnummer achtergelaten, flyers achtergelaten. En uiteindelijk gisteren op dag 23 belde er dus iemand met... die zegt... een vriend van mij heeft vogel, in heel gebrekkig Nederlands in ieder geval, en geeft mij adres. Nou, 2 uur later belde hij op, hij kon het niet vinden, hij stond op de parkeerplaats. En dus ik loop naar buiten toe en ik zie daar die man. En die heeft een grote doos vast. En ik pak die doos over, ik begin steeds harder te lopen naar binnen toe. En in de deuropening maak ik de doos open en Charlie komt er gewoon uit. Ja, ik heb uiteindelijk de deur dichtgegooid en hij is weggelopen. Ik was veel te blij dat Charlie er was. Ik ben toch ergens ook blij dat die man hem zelf weer heeft teruggebracht. Dat is heel eerlijk. Maar ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Het is, ik beraad me wel op vervolgstappen nog, want dit kan gewoon niet. Je denkt nog misschien toch naar de politie te gaan om aangifte te doen? Ja, we hebben in ieder geval wel een afspraak en ik ga gewoon eens kijken wat er mogelijk is. Misschien dat ze in de komende dagen wel wat woordjes opeens gaat gebruiken die ik nog niet ken en dan... Dat je opeens hoort vuile ellendeling? Ja, wie weet. Of je weet maar nooit natuurlijk wat je allemaal gaat horen. Dus het zou nog kunnen dat... Ach ja, 3 weken. In 3 weken kunnen ze toch wel wat woordjes op gaan pakken.